Met de quickscan van de Groene Rekenkamer heeft u binnen een maand een voorlopige rapportage over uw RES. Binnen drie maanden na de voorlopige rapportage ontvangt u onze definitieve bevindingen in de RES-analyse. In de RES-analyse gaan we dieper in op vraagstukken als. Zijn oppervlaktes en opbrengsten op realistische wijze bepaald? Hoe is rekening gehouden met benodigde extra infrastructuur en het tijdspad voor realisatie? Een reële schatting van alle kosten, direct of indirect, en de beoordeling van de risico's en risicodragers. De restanalyse ontvangt u in ook voor de burger begrijpelijke taal? Onze experts onderzoeken naast de beperkende randvoorwaarden van de res ook de alternatieven. Welk direct beschikbare alternatieve opties zijn er? Hoe kan er meer tijd worden gevraagd voor een energietransitie? Zijn er mogelijkheden voor lokaal grootschalige energieopslag? En zo nee, wat zijn de consequenties? Naast alternatieven kwantificeren we ook de economische gevolgen, uitgedrukt in kosten per burger, plus de landelijk omgeslagen verborgen kosten. Daarmee heeft u zeker de munitie die nodig is om uw argumentatie te onderbouwen. De restanalyse besteedt bovendien aandacht aan de ecologische gevolgen, regio-specifiek geanalyseerd. De gevolgen van eindige levensduur van zonnepanelen en windturbines. De consequenties voor historische panden in uw regio. Mogelijkheden van geothermie in uw regio. Alle reden dus om direct onze RES-quickscan en -analyse te boeken. We hebben slechts beperkte capaciteit. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt.